Vandaag in het hart van Brabant Nieuws, buurthuis Jeruzalem feestelijk heropend. Bijzondere voorstelling neemt tijd en ruimte in op het Tilburgse station. De laatste maanden heeft buurthuis Jeruzalem in de gelijknamige Tilburgse buurt een ware metamorfose ondergaan. Afgelopen weekend werd daarom het vernieuwde buurthuis officieel heropend. En deze week werden nog verschillende activiteiten georganiseerd om de opening te vieren. We zijn hier al maanden naartoe aan het leven. En we hadden echt voor 2 uur stonden rijen dik mensen op de stoep. 2 uur gingen we naar binnen en het was hartstikke druk, gezellig. Super enthousiaste wijkbewoners, heel tof. De buurtbewoners waren blij dat ze eindelijk weer hun stekje konden bezoeken. Want zo'n verbouwing, dat doe je niet zomaar eventjes. We hebben ongeveer 5-6 maanden verbouwd. Daarna moesten we zelf ook nog wel dingen doen. Dus ik denk dat we 7 maanden echt dicht zijn geweest. En daarvoor zijn we heel lang bezig geweest met behoud van buurthuis, met plannen maken. We zijn al lang bezig. Gelukkig was alles het wachten waard, want het buurthuis heeft al veel positieve reacties mogen ontvangen. Al is het voor sommige mensen toch nog even wennen. Heel enthousiast. Ja, mensen herkennen het ook niet meer terug. Mensen zoeken soms naar de ingang, zijn de toiletten kwijt, lopen rond van oh, wat was hier eerst, wat is daar. Mensen vinden het knus, ondanks dat het nieuw is. Heel veel positieve reacties. Als er één plek in Tilburg is waar de tijd een grote rol speelt, dan is het wel op het station. Treinen rijden op tijd, dat is dan tenminste de bedoeling. En daarom zijn de mensen die er komen vaak ook aan tijd gebonden. Maar tijd betekent niet voor iedereen hetzelfde. En daarom zijn 2 kunstenaars op het station aan de slag gegaan en dat resulteerde in een bijzondere voorstelling en een zogenaamde songline-installatie. En daar kunnen mensen naar binnen en je kunt daar op een knop drukken en dan hoor je een stem die je ook een beetje naar een andere tijdsbeleving trekt. En het hele project vertrekt eigenlijk vanuit het concept Every When. En dat is iets, dat is een tijdruimteperceptie die gekend is bij de Australische Aboriginals. En dat is eigenlijk hetgeen waarmee we het publiek het meest uitdagen. Om heel even op een andere manier naar tijd en tijdsbeleving te kijken. Tijd is dus van minder belang. Een concept wat voor ons Nederlanders niet altijd even makkelijk te bevatten is. Ik merk wel dat sommige mensen door hoe ze vertellen eigenlijk steeds terugkomen op die kloktijd. En dan zeggen van ja, maar dat is gewoon zo. Dit en dat werkt gewoon zo. Terwijl wij eigenlijk dan een stapje verder maken van ja, moet dat eigenlijk? Maar dat er ook veel mensen binnenkomen die hun eigen, die erover nadenken en over na hebben gedacht. En op weer een andere manier insteken. In de ruimte op het station is ook een kaart van Tilburg te vinden. Bezoekers kunnen daar zelf een stip plaatsen op een locatie waar voor hen de tijd even heeft stilgestaan. De locatie is daarbij dus het belangrijkste, net als bij de Aboriginals. Donderdagavond komt er ook een speciale gast die meer kan vertellen over de Aboriginals en hun songlines. Ja, vanavond komt Georges Petitjean. En hij is curator geweest van het AMU, het Aboriginal Museum in Utrecht, dat helaas is gesloten nu. Maar dat is echt een Aboriginal art kenner. En die gaat uitleggen wat de verhalen, hoe de verhalen van de Aboriginals terug te vinden zijn in de schilderijen, in de kunst die ze maken. En ook iets vertellen over de songlines. Die ook waar het huisje naar is vernoemd, die ook op de schilderijen zijn terug te vinden. En dan daarna spelen we de voorstelling.